Mensen allemaal gefeliciteerd, hè? Ja. Op naar de vierde. Heel goed. Waar staat een KVO-ster voor? Het staat voor keurmerk veilig ondernemen. Het is in feite een keurmerk waarbij wij proberen de winkelcentra in Amstelveen, maar ook de bedrijfsterreinen, een keurmerk te laten geven waardoor ze schoon, heel en veilig zijn. En waarom heeft dit winkelcentrum en ook Westwijk het verdiend? Nou, omdat ze heel veel maatregelen getroffen hebben. Vanaf 2008 zijn we daarmee begonnen. Toen hebben ze de eerste ster gekregen, 2010 de tweede, nu dus de derde. Dat krijgen ze door veel maatregelen te treffen samen met de gemeente, met de hulpdiensten en uiteraard met de eigenaar van het centrum. Hier hebben we vooral wat hangjeugd, wel wat negatief uitgelegd hoor, maar er was veel jeugd. En dat ging een beetje de spuigaat uitlopen en daar hebben we echt op ingezet, het gebied. We hebben zorg gedragen dat hier een afscherming komt in de avonduren. Het Albert Heijn is langer open, dus de andere winkels hadden daar last van. Dus er werd een tussenoplossing gezocht. Dus constant zijn we bezig in dit gebied. Van hoe houden we het schoon, heel en veilig. En dat vergt toch wel wat inzet. We zijn met alle winkelcentra bezig. En alle winkelcentra hebben al sterren. We gaan zeg maar steeds verder. Hè. We zijn 1 ster begonnen, 2 en 3. Nou, Stadshart is het verste. En deze is ook ver. En Westwijk is ook ver. En we willen eigenlijk alle winkelcentra na 3, 4 of 5 sterren hebben. Dit winkelcentrum doet het zeker goed. En het gaat zeker om de samenwerking. Daar zoeken we naar. En zolang die samenwerking goed is, dat is dan ook geborgd binnen dit systeem, zijn wij al zeer tevreden. Dus met alle neuzen dezelfde kant op, kom je een heel eind.